Hey mensen van Macked Up Games, welkom bij nieuwe Sleeping Dogs. Wij gaan een blauwe opdracht doen, gok ik. Zijn die er? Wacht even, zijn er geen blauwe opdrachten? Nee, alleen intensive care. Oké, okay, dan gaan we naar intensive care als we... Zo, dan gaan we toch wel weer deze opdracht doen. Intensive care. Jackie is de vorige keer opgepakt. Oh, what the fuck is dit? Oh, eten, laat maar. Hoef ik niet. Waar is een plek waar ik eventjes mijn auto's kan pakken of zo? Nee, ik moet lopen. Ah, hallo. Nee, jou wil ik niet. Jij mag doorrijden. Je hebt een kutwagen. Kutwagens hoef ik niet. Oh, wacht. Kan ik dan op zijn minst achter me kijken? Nee, komt ook alleen maar een kutwagen aan. Waarom hebben ze hier gelijke wagens? Got a moment? You know what? We gaan jou wel even helpen. Ik vind het goed. Hey Conroy, how are you? I'm good. We gotta do this. Alright, what is it we gotta do? Get a load of this. One of Dog Ice's crews trying to sell fucking catamin on our turf. I figured it'd be perfect if the cops showed up. Save us the trouble of killing him, you know what I mean. Okay. Get some cops on your tail. Oh, dat is niet zo heel moeilijk hoor. Ik bedoel, daar staan ze. En ik vind een auto eigenlijk best wel mooi. Kijk wat een mooie auto. Die wil ik hebben. Oh. Oh. Ah. Ja. Zo. Dat was makkelijk. Kom maar jongen. Zo, what the fuck om ik heen? Snel, dikkat. Kom op! Waarom kan ik niet instappen? Oké, wat de hel? Nee. Nee! Goddammit! Waarom denk ik steeds dat het ei is? Waarom denk ik steeds dat het ei is? Waarom denk ik steeds dat het ei is? Oh, ja, ik kan ook deze auto jatten. Ik vind die auto daarachter wel mooi. Die vind ik wel pittig mooi. Die wil ik hebben. Get out. Thank you. Fuck you. Zo. Platidatita. La la la. Het is helemaal geen moeilijke opdracht. Ik maak het mezelf gewoon moeilijk door hier uit te stappen. En ik moet ze nu vermijden. Dat gaat wel lukken. Zo, dan gaan we hierheen. En dan gaan we zo. En niemand volgt mij zeker wel. Volgens mij. Blijkbaar niet. Want ze hebben me niet te pakken. Ze hebben me niet te pakken. Oké, dan gaan we nu wel naar de intensive care. Zo, intensive care. Zo. Ik vind het wel een swaggy wagen, maar ik wil toch die. Deze. Die vind ik ook mooi. Dankjewel. Stap uit alsjeblieft. Wat is alsjeblieft? Alright, I won't. Just give me the fucking car. Oké, dan gaan we hierheen, want het is korter, denk ik. Ik gaf in ieder geval net nog aan van dat het de kosten weg was en toen even niet te doen. Ik snap nooit die radar. Die radar doet altijd zo raar. Die doet zo raar, die radar, altijd, hè. Altijd, zomaar. I don't get it. Oké, in ieder geval gaan we hier naar rechts. Zo, en dan gaan we hierheen. En het is eigenlijk best een kutbak. Maar dat maakt niet uit, dan gaat hij met z'n vooruit en dat is handig. Dat is best wel handig dat een auto vooruit gaat. Want als hij achteruit zou gaan zonder dat ik het wil. Want dan gaat ook wel achteruit. Maar als hij naar achter zou gaan zonder dat ik het wil, ja dan. Dat is niet echt de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. In ieder geval. Oh. Aan de kant. Nee, get the f- Thanks bro.
Mensen, Moses Krim. Even trouwens kijken of ik nu wel een leuke auto kan kopen hier. Wacht even, hoe kwam ik daar ook weer? Want die wil ik eigenlijk wel even bekijken of ik een nieuwe auto kan halen. Niet hier. Hoe kwam ik daar? Zo? Ja, zo. Oké. Okay. Dan gaan we eens even kijken, want hier zitten geloof ik de fancy wagens. Echt de coole... ja, die zit hier. Ja, ja, ja. Hier zitten echt de dure en de snelle auto's. Dacht ik. Ja, jou. Hi, hey. Oh, ik heb feest 5 nodig. Jezus Christus zeg. Kijk, dan wil ik deze hebben. En die kan ik niet betalen. Hoeveel moet ik dan hebben? Oh, daar ben ik bijna. Ah. Ik wil de blast hebben. De blast kan ik bijna... Oh, die zijn ook vet. Ze zijn allemaal sowieso al stoer. Ze zijn allemaal klasse A auto's zoals jullie kunnen zien. Maar ik wil de blast hebben, want die vind ik fijn rijden. Maar ja, de rest is ook wel vet, zeg. Jezus Christus. Die kan ik gewoon niet aan en de rest die kan ik niet betalen. Deze is face level 7. Die krijg ik helemaal niet voorlopig. En nu heb ik er 6 nodig, maar deze kan ik halen misschien als ik heel wat meer geld heb. Maar hier ben ik er bijna, dus ik heb de blast als het draait genoeg gehad. Wel, als ik het geld niet heb. Oh my fucking god. Wil je me soms gratis geven? Want dat doe je denk ik ook niet, wel. Oké, zodra we genoeg geld hebben, ga ik hem halen. Beloofd, beloofd. Want de blast wil ik houden. Die wil ik hebben, houden en dingen mee doen. Ja. Oké. En dan gaan we hier langs over de snelweg alweer. In onze auto die eigenlijk net te langzaam is. Ik wil deze auto hier voor me. Ik ga iedere keer van auto wisselen, tenzij ik denk van het is een geweldige wagen. En deze ziet er eigenlijk nog beter uit dan de waar ik net in reed. Dus ja. Gaan we kijken of het dat ook is. Ah, het is een best wel goede wagen. Het is een best wel goede wagen. Bokje, oh. Dat ging goed. Dat ging goed. Ik vond dat dat goed ging. En als ik dat vind... Dan is het meestal ook zo. Even langs, dankjewel. Rel even langs. Pardon, excuus. Dank u zeer voor uw plechtigheid, medewerker. Ah! What the fuck dacht hij te gaan doen? What the fuck dacht hij te gaan doen? The hell? Oké. Thanks, bro. Thanks, bro. Echt, waarom duurt het zo lang voordat we er zijn? Ik wil er sneller zijn. Waarom doe ik dat nog steeds? Dan denk ik dat ik af moet slaan, maar dan moet ik eigenlijk nog lang niet. Get the fuck out! Bitches. Hier rustig, want het is politie. En ik heb geen zin in politie nu. Daar heb ik nu even echt helemaal geen zin in. Zo. Oh, sorry. Was niet mijn bedoeling. Dat was echt niet mijn bedoeling. Ah! Hoppakee. Zo doe je dat. That's how we do it in my town. Oh. We zitten een beetje vast. Come on! Get the fuck back on the fucking road. On the road again. Get the fuck out of my way. We gaan hierin. Zo. Het ziet er gezellig uit hier. Goed dat ik een horloge om heb. Want dan zou het er heel stom uitzien. Telefoon. Wat? Oh fuck. 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 God fucking damn it. Go. We don't have time for this shit. Holy shit, we proberen Uncle Poe te vermoorden. Nee. Niet Uncle Poe, niet nadat wij zoveel moeite hebben gedaan om hem te redden. Get the fuck out, it's an emergency. Belangrijker dan heel die bullshit van jou. Waarom zou ik een flits? De politie vindt het ook helemaal niet erg dat wij zo rijden. Daar rij je echt langs zoveel politie, maar ze vinden het allemaal niet erg.
Zo. Go, 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 go. Go, come on. We don't have time for some bullshit. Get the fuck out of my way. Zo doen we dat gewoon. What the fuck? Dat was niet de bedoeling. Oké. Okay. Where the fuck is Uncle Paul? I don't know. Whoa, what the fuck? Uncle Paul. He's over there. Fuck. Hey. My face off. Oh! For some reason, I just don't see that happen. Komt tevoorschijn, jij. Zo, in je poten, gek. Zo. Hey, schelen. Ben hier. Stop. En bots. Headshot. Headshot. Oké. Okay. Those fuckers. Get to the elevator. Ik ken het hier. Oh. Oh, what the fuck? Kom maar. Kom maar. Kom dan. Kom tevoorschijn, bitch. Waar zijn ze? Hm? Waar zijn ze? Ah! Ah! Shoot taking. Dat was een perfect headshot. Was het ze? Oh daar, hallo. Bitch. Kom maar. Wat zitten ze? Ada! Bitch. Dat ging lekker. Ik wil ook die muziek nou eronder zetten, mijn elevator muziek. Oh! Holy shit. Die, bitch. Jezus Christus, man. Hé, hey, vet, zo ga je dood. Ja, I don't give a fuck. Kom maar. Nou, weer zo. Action shot. Nou, waar is hij? Hij is hier. Uncle Paul! Hey, dat is niet het geweer wat ik heb. Oh, easy, easy. 18K shut off the power. Uncle Paul is on life support. If we don't get backup power running right away, he won't make it. Okay, look, there's fuck. A control station down the hall. I'm on it. I'm gonna kill those sons of bitches. Can we lock this place up? I'll take care of it. I got you covered.
Ja, timer, hou je mond. Het is een heel spannend moment. Ik heb geen tijd om nu even de timer te gaan lopen volgen. Kom op. Die, dankjewel. Wat zei je daar te doen, vriend? Haha, bitch. Oké, moet dus wel snel zijn. Oké, dat ging niet goed. Oké, come on. Come on, come on. Nul. Nee, wacht. 1, 2, 3. 1 klopt. 4, 5, 6. 6 hoort ergens. Hoort 6 hier. Dan gaan we 7 en 8 proberen. 8 hoort hier, hier hoort 9. 6, 1, 8, 9. Alright, alright. I'm coming back. Hey, come on. Hey, come on, schuil! Bitch. Kom hier. Waar? Oh, daar. Hoppakee. They're coming in behind us. Schuil. Dankjewel. Holy shit, dat is een shotgun. Dankjewel. Hou eens op bij je shotgun. Hoppakee. Ik wil die shotgun hebben. Ah, kom op. Mag ik die shotgun nog pakken? Nee. Shotgun. Fuck yeah. Hoppakee! Bitches! Kom tevoorschijn jij. Daar nog één. Kom maar. Zo. So. Vette shotgun. Vaars, hè? I think we're clear. That was close. Nice work. No, man. We just got lucky. Where was our backup? Who was looking out for us? Fuck. No one ever looks out for you in this town. I don't know, man. Feels like the game has changed. Used to be a brotherhood. There was a code. Even amongst rival triads. Now we're killing each other at weddings, even in a fucking hospital. And for what? Shit. Let's get out of here. Wat politie geloof ik inderdaad op de achtergrond. More cops. Kiddo, kiddo. Moet op. Stop. Don't move. Echt, ik vind dat zo stom. Alsof ze dan ineens zeggen, oké, we stoppen wel. Holy shit. Oh, wij rijden, oké. Wel vet wagens dit. Oh, wij zijn wel. Oh, wij zijn wel degene die rijden. Oké. Ik snap hem even niet of hij nou rijden of dat hij er reed en dat wij moesten coveren ofzo.
Fuck. Dit is wel een fucking snelle wagen, vriend. En een beetje geluk rijden ze gewoon ook nog eens eruit, man. Come on, get me, bitch. Oh. Oh, hij is niet way hard. Ah, ik snap, man. Ik denk dat het een way is, maar dat is... Ah, oké. Okay. Yep. I'm glad you showed up, Way. I appreciate you calling me. So what's next? It's up to Uncle Poe. But I'm guessing war. Yeah, but I guess. Yeah, best well. Those guys were 18K. I'm starting to. What the fuck are you doing? Sorry. Nou, praat door. He might walk out of there alive. I hope so. Well, the dog eyes is gone, and this shit keeps happening. Might be that someone is pulling strings. Trying for a move that lands him in control of the triad. The 18K are getting out of hand. We have to send them a message. Damn straight. Look, I'll drop you here. Cops might be watching the place. Hey, Ricky. Keep it tight. There aren't that many decent guys left in this gang. Alright. Alright, see you. Bye. Okay. Okay, alright. See you. Bye. Lot up. Do it. Fuck yeah. Holy shit. We gaan in ieder geval upgraden. Deze. And that is the player takes reduced damage from melee weapons. Fuck yeah. Dat is cool. Yippie. Yay. Oké. Holy shit. Dat was pittig. Maar wel fucking cool. Jongens. Uncle Poe leeft gelukkig nog. Daar ben ik hartstikke blij mee. Even bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk even op het duimpje omhoog. Abonneer, laat een leuke reactie achter. En dan gaan we morgen weer verder met een nieuwe Sleeping Dogs. Ik zeg tot morgen. Later. Doei. Alright. Ja! Een garbage collector die zo overal overheen klimt. Geloven jullie het serieus? Dan zijn jullie misschien nog dommer dan ik dacht.